Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is de centrale asielinstantie in België en bezit als enige een onderzoeksbevoegdheid. Het CGVS wordt geleid door een commissaris-generaal en twee adjuncten die volledig onafhankelijk werken. De opdracht van het CGVS bestaat erin bescherming te bieden aan vreemdelingen die wegens hun ras, religie, nationaliteit, politieke opvattingen of het behoren tot een sociale groep een gegronde vrees voor vervolging koesteren of een reëel risico lopen op ernstige schade in geval van terugkeer naar hun land van herkomst. Elke asielaanvraag wordt individueel en grondig onderzocht door universitair geschoolde medewerkers die elk gespecialiseerd zijn in een geografische regio. Het gehoor op het CGVS vormt het sleutelmoment van het onderzoek van een asielaanvraag. Opdat dit gehoor in een gunstig klimaat zou verlopen, werden specifieke gehoorlokalen ingericht. Sommige van die lokalen werden speciaal ontworpen voor het gehoor van niet-begeleide, minderjarige asielzoekers. De dossierbehandelaars verhoren de asielzoekers over de motieven voor hun vlucht en beoordelen hun relaas in het licht van de informatie die werd verzameld door het interne research- en documentatiecentrum van het CGVS. Hun voorstel van beslissing wordt gesuperviseerd door een andere dossierbehandelaar en daarna ter ondertekening voorgelegd aan de commissaris-generaal. Het Research- en Documentatiecentrum beschikt over tal van documenten over de landen van herkomst. Al die documenten worden verzameld in een interne virtuele bibliotheek. Een dertigtal researchers verzamelt die informatie en volgt de actualiteit van de landen van herkomst van de asielzoekers. De researchers gaan eveneens ter plaatse op missie. Het CGVS is eveneens zeer aanwezig op internationaal vlak en werkt actief mee aan de versterking van instrumenten die bijdragen tot een meer uniforme toepassing van asiel op Europees vlak. Dankzij de grote kwaliteit van het werk van zijn medewerkers is het CGVS een open, betrouwbare, onafhankelijke instelling die talrijke belangrijke beslissingen neemt met kennis van zaken.